Hey, hallo allemaal. Dit jaar ga ik het allemaal een klein beetje anders doen dan anders. Normaal begin ik altijd met de pepers en paprika's te zaaien. Dit jaar zal ik eens beginnen met de kolen. Waarom? Nou, eigenlijk voor ik het plaatsgebruik. Ik had nog bedacht, als ik nou de kolen alvast zaai, deze laat kiemen, een klein beetje opgroeien, dan kunnen deze al naar buiten toe, omdat ze wat vorst kunnen hebben. Pepers daarentegen, die moeten binnen blijven tot eind mei, tot de laatste vorst. Dus ja, ik ga dit jaar zo eens een keer proberen. Kijk jullie lichtjes mee? Nou, wat ik nou ga zaaien, dat zijn een negental groentes. Als eerste, oude bekende, de Calabrese broccoli. Altijd succes. De Romanesco. Macerata, dat is een groene bloemkool. Dus ik heb wat anders. Calibos, kweek ik al enkele jaren. Fantastische soort. Joekels van kolen en rood. Ontzettend leuk. Baby paksoi, ook een hele leuke soort. Ik hou gewoon van miniatuurgroenten. Lekker in zijn geheel in de pan. Lekker opstoven. Helemaal top. Dan mag deze natuurlijk niet ontbreken bij de miniatuurgroenten. Igloo. Bloemkooltjes, de grootte van een hand. Super lekker. En iets nieuws, wat ik daar uit ga proberen, is de Hok Du. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Dat is een dwergpaksoi. De miniatuur babypaksoitjes, die worden ongeveer 15 centimeter groot. En deze tussen de 8 en 10 centimeter. Ik ben er heel erg benieuwd naar. Ik ga ze nou eventjes zaaien. Kijk je mee? Nou, ik heb net kolen afgedekt met een folietje. Die witte dingen die ik erbij zette, dat waren naamlabels. Ik gebruik daar blanco pasjes voor. Na gebruik, even met alcohol afdoen. Jaren plezier van. Nou staan ze er zo bij. Net bedacht ik mezelf dat het misschien wel zonde is om dat verwarmingsmatje aan te zetten voor één treetje met kolen. Dus ik zaai ook meteen eventjes wat tuinbonen bij. Nou, de plantjes die staan in de tent. ...321 stuks. Nou is er eigenlijk één ding om te doen. Dus de temperatuur instellen. Eerst het voelertje ergens erin duwen. Om vervolgens
de temperatuur in te stellen. De temperatuur staat nu ingesteld tussen de 20 en de 21 graden. Dat is warm genoeg voor de kolen. En ook voor de tuinbonen. Ik hou jullie op de hoogte hoe dat de groei vordert. Hey, fijne dag allemaal nog. Tot ziens.